sensste realityshop van Nederland. Want ondanks een flinke dosis porno val je bij deze soap na 2 minuten al in slaap. En dat is best knap. Wie niet moe is, is Bobby. Ze heeft een webcam-sessie met een klant. Nou, ik lag dus op bed, hè, lag ik lekker te webcammen. Maar dat zag je natuurlijk zelf ook al. Maar in een reality soap moeten we altijd vertellen wat we aan het doen zijn. En wat we toen dachten. Maar ik denk over het algemeen niet zoveel. En dat klopt. En omdat we bij RTL 5 geen genoeg krijgen van lekkere domme blondjes, is hier, schrik niet, vriend Mark. In principe voeg ik heel weinig toe in deze serie. Maar ik zie er natuurlijk wel hilarious uit. Fucking hilarious. Ik bedoel, look. Come on. Nou, dat is niet helemaal waar, want Mark regelt de zaken voor Bobby's internetshop. En er zijn alweer wat aanvragen binnengekomen. Ja, mensen willen me ruiken, willen me voelen. Ja, of het nou een slipje is of iets anders ranzigs. En ja hoor, het verzoekje voor een heerlijke teennagel wordt gelijk ingediend. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere zaken. Even een kusje erop, Bobby. Gaan we nu weer even lachen. In principe leeg en vul ik zo mijn zakken, ja. Zo is het, Mark. Om de kijkcijfers nog wat op te schroeven, gaat Bobby door het gaatje voor de webcam. Oh ja, goed zo. Steek hem er maar in. Ja, heel goed. Doorhalen. Ja, heel goed. Insteken. Goed. Terwijl Bobby aan het werken is, doe ik het huishouden. Ik heb een lekker sopje gemaakt, of twee. En ik heb net de keuken een hele lekkere, goffe, grondige beurt gegeven. Ja, en een beetje losjes houden. Niet te strak, niet te strak. Oh shit, ik zit vast. Wacht heel even. Mark! What the fuck? Ik blijf haken. Oh, lekker. Wat? Moment. Wat is dat? Een masturbeertje. We breiden maar weer zijn eind aan. En zo bewijst RTL 5 dat Bobby lekker kan haken, maar de kijker inmiddels al lang is afgehaakt.